Welkom bij weer een nieuwe video van Gomers Noord-Holland. Vandaag, de eerste video van 2019, hebben we de nieuwe Mercedes-Benz B-klasse meegenomen. Wat gelijk opvalt aan de nieuwe B-klasse is de front. We hebben scherpere koplampen, een hele andere getekende grill. De lijnen zijn wat scherper geworden ten opzichte van het voorgaande model. En daarmee heeft hij een agressiever en sportiever voorkomen dan zijn voorganger. Als we het silhouet van de auto bekijken, dan zien we gelijk dat Mercedes-Benz een aflopende daklijn heeft gebruikt om hem sportiever te laten ogen. De B-klasse is natuurlijk een MPV en van beginsel is dat niet de meest sportieve auto. Maar als we kijken naar de accenten die ze hebben gebruikt, ook bijvoorbeeld de brede achterlichten, dan zie je gelijk dat hij wat breder toont. En daardoor is het toch wel een wat sportievere auto om te zien. Maar het blijft ook een hele praktische auto. Wat eigenlijk het meest opvallende is van de laatste Mercedes-Benz modellen, is eigenlijk het interieur. Dus dat gaan we eens nader bekijken. Wat eigenlijk gelijk opvalt bij het instappen van de auto, is de instapruimte. Je hebt gewoon een groot portier en daardoor veel meer ruimte om in te stappen. Wat het gewoon toch weer even wat makkelijker maakt. De stoel die staat ook wat hoger, dat valt ook gelijk op, de zitpositie. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem prettiger vind dan in de lagere auto's van ons merk. Je ziet ook gewoon wat meer. Je hebt wat meer overzicht. Je zit wat dichter bij de voorkant van de auto, waardoor je de ruimte van de auto, of althans de breedte en de lengte, wat beter kan inschatten. En zeker met de lengte van de neus. Het dashboard is heel herkenbaar van de A-klasse. Je ziet het scherm, het Mercedes-Benz User Experience systeem, wat straks echt terug gaat komen in elk Mercedes-Benz model. Met het welbekende Hey Mercedes. En natuurlijk de drie luchtroosters en het touchpad. Eigenlijk identiek van de A. Het interieur mag dan wel soortgelijk zijn aan de A-klasse. Maar wat natuurlijk echt het verschil is, is de zitruimte achterin. Ik ga het jullie eens laten zien. De stoel staat nu op mijn positie. Dus voor uw beeldvorming, ik ben ergens tussen de 1,88 en 1,90. Nou, als ik hier achterin zit, nog ruim voldoende beenruimte. En ook de hoofdruimte is meer dan genoeg. Dus je zit hier eigenlijk keurig als volwassene. Nog zo'n praktisch punt van de Mercedes-Benz B-klasse is de ISOFIX aansluiting. Iedereen met kinderen die herkent het wel, het is zo'n beetje het aansluitsysteem voor kinderzitjes. Dan merk je ook gelijk weer hoe handig die grote opening is, want de kinderstoel, die zijn mega groot over het algemeen, die krijg je vrij makkelijk die auto in. Maar ook de plaatselijke politiedienst, die rijdt nu met de Mercedes-Benz B-klasse, dus met de handen op de rug gaat instappen. Dus eigenlijk is de auto voor zo'n beetje elke doelgroep geschikt. De hogere instap maakt het makkelijk. De ruimte op de achterbank voor een gezin met kinderen of kleine kinderen. De politiedienst. Nou ja, noem het maar. Iedereen kan de B-klasse rijden. Met deze korte video hopen we een impressie te hebben gegeven van de nieuwe Mercedes-Benz B-klasse. In de filiaal van ons kunt u hem helemaal laten specificeren zoals u dat wilt. Dan hebben we natuurlijk nog veel meer varianten staan. Maar de auto is er zoals deze in een progressive uitvoering, een style uitvoering en een nog sportievere AMG uitvoering. Kom ze lekker bezichtigen. In elk filiaal van ons staat er één. Dus en elke verkoper weet natuurlijk van de hoed en de rand van de nieuwe B.